alles anders. En neemt Volendam de touwtjes in handen. Dit is El Kadiri. Die komt naar binnen en haalt fantastisch uit. Bal ploft in de verre hoek achter Van Gassel. En met deze geweldige goal zet Ibrahim El Kadiri de ploeg van Jonk op gelijke hoogte. En dat is met recht een duimpje waard. Dan is Kaars inmiddels ingevallen bij Volendam. Die was verantwoordelijk voor het schot zojuist. En die Kaars maakt er in de 90ste minuut 3-2 van. En zo gaat Volendam winnen op bezoek bij Jong Utrecht. Was het lang spannend, maar uiteindelijk trekt het helft van Wim Jong. Dus aan het langste eind blijven ze het goed doen in de keukenkampioen. Vincio Zeefuik, 16 jaar, tekende deze week zijn eerste profcontract bij Volendam. Is het broertje van Gennaro en Deo Facio Zeefuik. En hij krijgt hier de bal en beslist de wedstrijd. Prachtige week voor hem. Een contract, een debuut en een doelpunt. En zo verslaat FC Volendam Telstar in de Vissers Derby met 2-0. Dankzij de 2-0 van Zeefuik. En die krijgt uiteindelijk ook nog een knuffel van Wim Jong. Van trainer Michel Vonk. Een vrije trap voor Volendam. En het is 2-1. Jim Beers scoort zijn eerste goal in het betaalde voetbal. Een kopbal. Omdat Westerveld net een stapje te veel naar voren maakt. En daardoor niet meer bij de bal kan. Nu dan, Antonucci. Molacheri uit te draaien. Dat is een knappe goal. Dat is een knappe goal zo uit te draaien. Zegt in ieder geval de Volendamse burger weer wat moed. Dat hij nog wat te halen valt, wellicht 3-1.